Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, tweede Oil and Gas Summit and Expedition feestelijk van start gegaan. Wegen rond CARICOM staatshoofdenvergadering omgeleid. NCCR en Meteodienst treffen voorbereiding in verband met tropische depressie. Sri Sri Ravi Shankar maakt Suriname deelgenoot I Stand for Peace campagne. En 10K loop moet CARICOM Spirit naar Suriname brengen. De tweede editie van de Suriname Energy, Oil and Gas Summit and Expedition, welke wordt gehouden van 28 tot en met 30 juni 2022, is officieel van start gegaan op het terrein van Hotel Torarica. Tijdens de summit, georganiseerd door Staatsolie, zullen tal van strategisch ingestelde bedrijven in de regio participeren. Deze bedrijven krijgen de mogelijkheid te profiteren van de investerings-, ontwikkelings- en projectmogelijkheden die dit internationale olie- en gasplatform te bieden heeft. De summit biedt verder de mogelijkheid voor internationale zakenlui om lokale partners, kopers en leveranciers te ontmoeten. De communicatiedienst legt het volgende voor u vast. Proposing, I had a chat with Prime Minister Rowley, with Minister Stuart Young, President Santokhi, and we are proposing to move rapidly on a regional energy strategy, to look at all the potential areas for investment, to bring investors together, bring the markets together, and to see how, as quickly and transparently as possible, we can unlock those opportunities. Suriname has a long oil exploration and exploitation history of over 40 years. An imaginative view on how we see our future and the role we have to play in this innovative, solution-driven, and solidly grounded in reality. The future is now. We have a mature oil industry and are ready to expand to offshore oil and gas with a partnership forged over the years, but grounded in the reality of today's world. And for this, we need to have an honest debate, because starting the development of this newfound resource in Suriname and Guyana will require us all to make strategic and tough decisions. Dit is een groot evenement met meer dan 400 participanten, maar deelnemers in totaal bijna 3000. Je ziet hoe druk het is. We hebben twee grote tenten met stands, Surinaamse bedrijven, internationale bedrijven. Dus we hebben veel gasten ook uit het buitenland, uit de regio, maar ook uit heel de wereld. Het is een olie- en gas tentoonstelling, conferentie, gefocust op energie. Dus wij zijn heel tevreden. Vorig jaar is zo'n conferentie gehouden, maar dan virtueel. Dit is nu fysiek. En we zijn heel tevreden over de opkomst. We zijn ook heel tevreden over de manier waarop men er naar kijkt. Vanuit het buitenland. Suriname is nog geen olie producerend land in termen van offshore, wel onshore. En wat we zien is dat de belangstelling toeneemt. En dat heeft allemaal te maken met het feit dat we in de goede richting gaan van de economie, maar ook in termen van de reputatie van Suriname. CITA staat namelijk voor Suriname Investment and Trade Agency. Dit is de agency die is opgericht door de overheid van Suriname om zoveel als mogelijk investeerders aan te trekken naar Suriname toe.
En het valt onder het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en International Cooperation. En namelijk, wij houden ons namelijk bezig een soort van als een faciliterende rol. Dus laten we zeggen, als investeerders naar Suriname komen, dat wij ze dan begeleiden naar de desbetreffende instanties, ministeries en alle wegen wijzen en helpen, zodat ze zo min als mogelijk of geen problemen ervaren voor hun investering hier in Suriname. Dat alles heel soepel en goed als mogelijk gaat. Dus daar zijn we hier als een hulpmiddel, kan je zeggen. Rems Logistics houdt zich bezig met het logistiek gedeelte binnen de oil en gas. Wat we dus voor verantwoordelijk zijn is dus het immigratiegedeelte, import, export, shorebase, management. Eigenlijk heel integraal logistiek gedeelte. Ik ben Natasha Ferber, Head of Operations van Eldorado Offshore. Wij zijn dus eigenlijk gespecialiseerd in het provider van manpower recruitment services voor offshore. Waarbij we niet alleen local content en Surinamers de gelegenheid geven om ze te trainen en bevoegd bekwaam competent te maken voor offshore werken. Maar ook het samenwerken met lokale bedrijven om ze te pre-qualifyen. Omdat wij geloven dat Surinamers ook competent bevoegd bekwaam zijn om in die oil and gas sector te kunnen operaten adequately, efficiently en successfully. Het Korps Politie Suriname maakt bekend dat in verband met de 43ste reguliere vergadering van CARICOM staatshoofden en regeringsleiders er een wegomlegging zal plaatsvinden in Paramaribo. Middels verkeersborden zal het verkeer omgeleid worden. Er zullen in de periode van 2 juli tot en met 6 juli veel buitenlandse gasten in Suriname vertoeven voor de activiteiten die zullen plaatsvinden in verband met de staatshoofdenvergadering. CDS sprak Christian Burleson, hoofd motorsurveillance dienst. Zeggen dat er zullen wat wegomleggingen gepleegd worden in verband met veiligheid van de deelnemers aan de summit. De omleggingen zullen zijn Arendgrote Combi, Sommelsdijkstraat Kleine Water en Leemsteek Sommelsdijkstraat. Dat zal zijn van 2 juli tot en met 5 juli. En hoe zal het verkeer daar geleiden? Het verkeer zal door de andere eenheden van de politie, samen met de MSD, daaromheen geleid worden. De bekendmaking zijn dus routes ook aangegeven die liever gevolgd kunnen worden. Ja. Is dat tijdgebonden, inspecteur? Voor een bepaalde tijd of de hele dag door? Is letterlijk van 2 juli tot en met 5 juli. Ja. Dus daar wordt weer het opengesteld op 00 uur 6 juli. Ja. Worden er dan wel uitzonderingen gemaakt voor mensen die dringend het gebied daar bezoek moeten bezoeken? Alleen voor mensen die daar iets te zoeken hebben, dus werk. Of mensen die in die omgeving, bijvoorbeeld als ik snel denk, kabinet van de president, perscentrum, assemblee. Maar met al die actoren is er afstemming gepleegd. Ze gaan een badge hebben en dat soort dingen. Maar dat doet de veiligheidsdienst. Ja. We hebben begrepen dat er nog een verandering plaatsvindt bij het Asturia gebouw, Highrise. Ja, op zondag 3 juli zal dan de vergadering daar zijn. Daar zal ook wat omleggingen gepleegd worden. Laten we zo eenvoudig mogelijk uitleggen. Vanuit de rotonde zal men niet voorlangs het SLM-gebouw kunnen rijden. En vanaf de Rico-laan zal men omleggen. Er is maar één ingang naar die summit en dat is vanuit de Rico-laan. Ja. Welke eenheden leveren bijdrage hieraan? Deze gehele operatie staat onder leiding van de Nationale Veiligheidsdienst. Dus wij doen dat gedeelte wat van de politie is en de wegomleggingen. Ja. Hoe staat het met de voorbereidingen ernaartoe? De voorbereidingen zijn al zeker 3 maanden gaande. Ja. En ja, nu is iedereen ready zo'n beetje voor de uitvoering. Heeft u misschien een boodschap, een oproep naar de gemeenschap toe? Voor mij de omgeving
Indien niet noodzakelijk, doe die omgeving niet aan, want u zult niet voorbij gelaten worden. Er zijn strikte veiligheidsmaatregelen. U zult niet doorgelaten worden. Luister naar de alternatieve route en volg die op. Met de aankomende tropische depressie die zich aan het ontwikkelen is in Suriname, is het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing, NCCR, hierop volledig voorbereid. Er is sprake van een tropische cycloon die zich mogelijk vanavond of morgen kan ontwikkelen tot een storm. Gebieden van de bovenwindse eilanden kunnen de effecten hiervan ervaren. Bij deze wordt een beroep gedaan op de totale samenleving om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om erger te voorkomen. Wij spraken coördinator Jerry Slijngaard van het NCCR en het hoofd van de meteorologische dienst Rajkumar Nanda hierover. Aantal telefoons gehad. Mensen zijn werkelijk in paniek geraakt, maar we stellen hun gerust met het bericht van het gaat niet zo zijn hoe er gezegd werd of dat bericht via dat andere medium is verspreid. Nee, de meteodienst zegt dat niet. Wij moeten rustig, kalm blijven en wat we zien over het weer, we gaan wel buien krijgen, licht tot matig, wat we tot nu toe zien. Het gaat wel veel bewolkt zijn, dus niet paniekerig worden, houd u kalm. Het gaat niet zoveel regenen. De verwachting is dat, en wat we ook zien, dat de meeste activiteiten richting Guyana, Venezuela en boven de oceaan plaatsvinden, gelukkig ook. Suriname heeft gisteravond, delen van Suriname, heeft wel wat buien gehad, maar meer ten het oostelijk deel en het lijkt op een spiraalband naar zo'n storing toe. Die heeft gezorgd dat we veel bewolking hebben met gisteravond veel neerslag. Als je ruiten, dus shutters, et cetera hebt, zorg ervoor dat je ze een beetje beveiligt. Als je bomen op je erf hebt, zorg ervoor dat die bomen, de takken een beetje gesnoeid zijn. Als het dorre takken zijn, kap ze weg. Weet je, dus dat soort zaken, je moet rekening houden met dieren als je huisdieren hebt. Dat je ze niet aan de ketting laat als het om honden gaat bijvoorbeeld. Maar dat je ze loslaat, zodat ze, weet je, ook een beetje een stukje veiligheid kunnen zoeken. Vooral als je ze bijvoorbeeld niet in huis hebt genomen. Ik zou de mensen zeker adviseren, mocht het zo zijn dat we hevige rukwinden of zo zullen krijgen, dat ze zich liever niet buiten moeten begeven, maar binnen, toch? We moeten rekening houden met bijvoorbeeld infrastructuur die geraakt kan worden. Bijvoorbeeld de elektriciteitsinfrastructuur. Elektriciteitsmasten zouden kunnen vallen. Dat brengt weer een ander gevaar met zich mee. Infrastructuur voor betreft water. Hou er rekening mee dat je wat extra water in je huis hebt. Want als het zo mocht zijn dat je dat water even uitvalt, dat je dan de gelegenheid hebt om even nog rond te komen met je reservewater. De spirituele leider en guru Sri Sri Ravi Shankar zal Suriname deelgenoot maken van zijn wereldwijde I Stand for Peace campagne tijdens zijn bezoek aan Suriname. De guru komt uit India en is de oprichter van de wereldwijde organisatie Art of Living. Deze organisatie bestaat al ruim 41 jaar en de spirituele leider heeft als doel de wereld tot een familie te maken middels zijn vredescampagnes. In elk land dat hij bezoekt, inspireert de guru liefde, eenheid en vrede. De geestelijke leider Sri Sri Ravi Shankar komt naar Suriname. En hij komt nu op 13 juli. En hij blijft tot en met 15 juli. En het doel van zijn bezoek, hij komt natuurlijk op uitnodiging van de president. Hij is een staatsgast. Maar natuurlijk ook heeft hij als doel om Suriname een bezoek te brengen. Alle devotees
Dat zijn de mensen die, alle, die hem als guru hebben. Natuurlijk is het voor hun ook fijn dat hij komt. En hij komt omdat hij met een campagne bezig is, I Stand for Peace. En die campagne is hij nou net klaar in Amerika. En hij start met als Suriname als eerste land, start hij in Zuid-Amerika met de campagne I Stand for Peace. En zo trekt hij door heel Zuid-Amerika. Deze spirituele leider, Gurudeo, zoals we hem noemen, Gurudeo Sri Sri Ravi Shankar, hij komt uit India. Hij is al 41 jaar bestaat de organisatie waarvan hij de founder is, de Art of Living organisatie worldwide. En hij heeft als doel een One World Family. En dat is dan ook het doel van de Art of Living organisatie. En de message die hij broadcast over de hele wereld voor let us move together as one world family. En dat is ook zijn mission waarmee hij gaat naar elk land. Zorgen dat er peace, dat er vrede is among everybody. Hè? Tussen alle mensen. Alle mensen, alle landen, de hele wereld. Hij is al twee keer eerder geweest in Suriname. Om eigenlijk ook diezelfde boodschap wat Aarti net aanhaalde. Om dat te verspreiden, dat van eenheid, dat van vrede. Om een stressvrije gemeenschap te creëren in Suriname ook. En daar is hij al twee keer geweest. De plannen van de Art of Living is natuurlijk, we laten hem niet weggaan zolang niet iedereen in Suriname hem gezien heeft. En daarom organiseren wij een public event waar iedereen naartoe kan komen om hem te ontmoeten. Het is gewoon, je moet hem ontmoeten voordat hij weggaat. En dat hebben we dus op 14 juli, een public event in het NIS-gebouw. En het is een event dat loopt van 7 uur tot 8:30 s'avonds. 15 juli is hij ook in Suriname. En 15 juli gaat hij dus bezoekjes brengen aan het parlement, DNA, de president natuurlijk. Want hij komt als staatsgast, dus daar heeft hij ook courtesy calls natuurlijk. Hi, ik ben Aarti en I stand for peace. Hi, ik ben Suraj en I stand for peace. Op zaterdag 2 juli 2022 wordt een 10K loop georganiseerd in aanloop naar de CARICOM Heads of State Meeting in Suriname. Deze trimloop, welke wordt gehouden op het Oud Vlaggenplein, is een onderdeel daarvan en zullen 10 landen deelnemen aan deze loop om de CARICOM Spirit naar Suriname te brengen. Naast de 10K zal er een booth worden opgezet om informatie over de CARICOM en alles wat betreft de gezondheid te belichten. Die CARICOM 10K wordt gehouden in het kader van de, als onderdeel van die staatshoofdenvergadering. Tijdens elke CARICOM staatshoofdenvergadering hebben we dan de 10K. De laatste 10K is gehouden in Sint Lucia en dat was in 2019. Maar vanwege die COVID-situatie hebben we alleen maar virtuele meetings gehad. En waardoor de CARICOM dan niet in de gelegenheid is geweest om deze activiteit te ontplooien. Maar nu die situatie zich ervoor leent, kunnen we ons weer allemaal vol plezier en motivatie ons voorbereiden op die aanstaande 10K. De 10K doet Suriname nu. We hebben niet de gelegenheid om het te organiseren zoals het moet, omdat we alleen die snelloop hebben, die 5 kilometer trimloop die erbij hoort, hebben we vanwege logistieke situatie niet kunnen organiseren. Maar al met al hebben we 10 landen bereid gevonden om hun land te vertegenwoordigen en ook om die CARICOM Spirit naar Suriname te brengen. Verder nog zal er naast die 10K een side event zijn, maar dat is een booth die wij zullen opzetten waarbij we de CARICOM gaan belichten, maar ook de SDG's, met name SDG 3 dat te maken heeft met gezondheid. En gezondheid en sport die gaan samen en we hebben daar de jonge mensen van ons die daar de informatie omtrent de CARICOM, maar ook gezonde voeding, gezonde leefstijl zullen belichten. In het kader van de 10K Road Race wordt er dus een boot opgezet. Dat wordt ingedeeld in 3 verschillende boots. Waarbij er zal een gedeelte zijn voor health, waar mensen hun bloeddruk enzovoorts kunnen opmeten, hun suiker. Dan hebben we dan een tweede, dat is dus de UN SDG boot, waarbij SDG
strategie nummer 3 health belicht zou worden. En als derde hebben we dus een CARICOM-boot. En wat we van plan zijn is om eigenlijk de CARICOM responsibilities dat elk land heeft te linken dus aan een SDG. En dan zodoende jongeren en jeugdigen in te informeren over wat CARICOM precies doet, wat voor voordelen het heeft voor Suriname en hoe we dat kunnen linken aan de werelddoelen, de UN-SDG goals. En dus middels spel eigenlijk jongeren erbij te betrekken. Dus vanuit deze plek roep ik alle Surinaamse jeugdigen op. We hebben heel lang geen activiteiten op het onafhankelijkheidsplein gehad. Dus kom massaal, kom je laat je informeren over wat de CARICOM precies doet, waarvoor het staat en hoe dit gelinkt wordt aan de doelstellingen van de UN en hoe eigenlijk dit ook betrekking heeft op jou als jeugd van Suriname, want het is wel belangrijk om je te bemoeien hiermee. Dus vanuit deze plek roep ik alle jongeren op, komen jullie massaal en kom gewoon gezellig meedoen. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.